Ben je op zoek naar een fitness of activity tracker die relatief goedkoop is? Wel, blijf dan zeker kijken naar deze video, want na de intro bespreek ik 4 activity trackers. De Fitbit Inspire met en zonder hartslagsensor aan de pols, de Garmin VivoFit en de TomTom Touch. En deze 4 activity trackers kosten alle 4 minder dan 100 euro. En na de intro gaan we deze 4 vergelijken met elkaar. Wat hebben ze gelijk? Wat kan de ene dat de andere niet kan? En zo kan jij perfect beslissen na het kijken van deze video welke activity tracker nu het best aanleunt bij al jouw noden. Welkom op ons kanaal FitFacts. Mijn naam is Koen en hier op dit kanaal proberen we jou veelgestelde vragen rond fitheid en gezondheid te beantwoorden. Maar we geven ook workouts en oefeningen mee en af en toe om de zoveel tijd bespreken we ook activity trackers en sporthorloges, omdat deze jou natuurlijk ook altijd kunnen helpen om een fysiek actievere levensstijl te hebben. Is dit dus iets waarvan je heel graag verder op de hoogte wil blijven? Abonneer je dan alvast hieronder op ons kanaal en zo mis je geen enkele video. Nog even kort, voor we dus onze 4 activity trackers met elkaar gaan vergelijken, is het ook belangrijk dat jij weet waar ik alle info nu vandaan gehaald heb, zodat je gewoon er zeker van bent dat ik je niets wil wijsmaken. Nu, omdat Inge nog ikzelf één van deze 4 activity trackers hebben, zijn we op zoek gegaan naar verschillende reviews, hebben we video's op YouTube gekeken en hebben we ook de sites van de merken, dus de merken die de activity trackers gemaakt hebben, bekeken en de specificaties opgelijst, met elkaar vergeleken en dergelijke. En deze dan zo samengebundeld in deze video. Dan beginnen we bij het begin en misschien zelfs het belangrijkste voor jou en de doorslaggevende factor, namelijk de prijs. Beginnend bij onze TomTom Touch, die komt neer op 89,99 euro, plus minus, afhankelijk van de site, gaat de activity trackers iets duurder of iets goedkoper zijn. De Fitbit Inspire, de standaardversie zonder de hartslagsensor aan de pols, die komt neer op 69,99 euro ongeveer. Wil je toch die hartslagsensor aan de pols? Wel, dan komt de Fitbit Inspire HR voor heart rate neer op 99,99 euro, dus net onder die 100 euro. En onze laatste activity tracker, de Garmin VivoFit, die komt neer op 79,99 euro. Beginnend onderaan bij de goedkoopste is het dus de Fitbit Inspire, de standaardversie. Dan de Garmin VivoFit, dan de TomTom Touch en als laatste, de duurste van onze 4 activity trackers, is de Fitbit Inspire HR. Laten we beginnen met de basics van wat een activity tracker moet kunnen. En zowel de Fitbits als de Garmin als de TomTom Touch meten de afstand en de hoeveelheid stappen die je doorheen de dag zet. Nu, de nauwkeurigheid waarmee ze dit doen gaat ongeveer hetzelfde zijn voor de 4 activity trackers, omdat ze alle 4 hun data halen uit de accelerometer die ingebouwd zit in de activity tracker. Nu, het zou wel een stuk nauwkeuriger zijn moest één van onze 4 activity trackers een GPS-sensor hebben, maar aangezien dit dus niet het geval is, verschillen onze 4 activity trackers tot nu toe nog niet zoveel van elkaar. De echte verschillen beginnen pas te komen als we gaan kijken naar een volgende parameter, namelijk de hartslag. Zowel de Touch als de Inspire HR meten je hartslag via de polssensor. De VivoFit meet alleen je hartslag via een borstband en enkel de standaard Fitbit Inspire kan je hartslag dus niet meten. Wat is nu het belangrijkste? Polsmetingen of borstbandmetingen? Heel kort, een borstband is altijd het nauwkeurigste en is zeker superieur ten opzichte van een polssensor wanneer je intervaltrainingen gaat doen. Wanneer je duurtrainingen doet, en daarmee bedoel ik dus als je aan één vast tempo gaat lopen, fietsen of een sport aan lange tijd uitvoert, wel dan komt de polssensor heel dicht in de buurt van de nauwkeurigheid van een borstband en maakt het dus eigenlijk niet zo heel veel uit of je nu een polssensor gebruikt of een borstband. Wil je hier graag meer over weten? Ik heb hierboven op een icoontje een video gelinkt waar je op kan klikken en dat is een video waarin ik veel meer uitleg geef rond de verschillen tussen hartslagmetingen via de borstband en de pols. Ook al onze activity trackers meten het calorieverbruik. Nu, in tegenstelling tot onze afstand en de hoeveelheid stappen die we doorheen de dag zetten, gaat de nauwkeurigheid van het calorieverbruik niet voor onze 4 activity trackers hetzelfde zijn. Dit komt omdat onze 4 activity trackers niet allemaal dezelfde parameters gebruiken om je calorieverbruik doorheen de dag te bepalen. Zo gebruiken zowel de TomTom Touch als de Inspire HR je stappen, afstand, lengte, gewicht en hartslag als basis om daaruit je calorieverbruik te bepalen. De VivoFit en de standaard Inspire zullen je 24/7 hartslag niet mee in rekening brengen omdat ze geen constante hartslagmeting hebben. Hierdoor zal het calorieverbruik dus iets minder nauwkeurig zijn. Wat de VivoFit betreft kan je wel een borstband koppelen zodat je tenminste wel tijdens je workouts een representatievere waarde voor je calorieverbruik hebt. Nog een belangrijke parameter die activity trackers bijhouden is je slaap.
Ook onze vier activity trackers houden je slaap bij, maar opnieuw, de diepgang waarmee ze dit doen is voor de vier activity trackers verschillend. Zo meet de Touch enkel hoe lang je slaapt. De Inspire en de VivoFit meten daarentegen ook of je in diepe slaap zit of dat je eerder onrustig slaapt of zelfs wakker bent. Dan hebben we de belangrijkste parameters van een activity tracker gehad. En tot nu toe lijken de Touch en de Inspire HR de betere opties, met natuurlijk wel het nadeel van een iets hogere prijs. Nu, onze activity trackers hebben elk ook een paar kleine extraatjes waardoor ze zich iets meer onderscheiden van elkaar. En deze extraatjes gaan we nu bespreken. De Garmin VivoFit heeft een batterijduur van een jaar. En dan denk je misschien, no way, dat kan niet. Maar yes way, de batterij gaat wel degelijk een jaar mee. En dat is een gigantisch voordeel in vergelijking met de andere activity trackers die meestal na 4 à 5 dagen toch wel opgeladen moeten worden. Naar waterbestendigheid toe zijn zowel de standaard als de HR-versie van de Inspire als ook de VivoFit volledig waterbestendig. De TomTom Touch doet hier onder aan de rest, want hij is enkel druppelbestendig. Wat de Touch dan weer wel kan en de andere trackers niet, is je lichaamssamenstelling bepalen. Nu, de vraag is alleen nog maar hoe nuttig en nauwkeurig is dit. Want de Touch bepaalt je lichaamssamenstelling via bio-elektrische impedantie. Bio-elektrische impedantie is jammer genoeg wel de minst nauwkeurige manier om je lichaamssamenstelling te gaan bepalen. Dus de kans is heel groot dat je heel wisselende resultaten gaat hebben in lichaamssamenstelling en dat je er eigenlijk heel weinig tot niets aan zal hebben. Wil je hier meer over weten? Hierboven heb ik een video gelinkt waarin ik veel dieper inga rond dit topic. Ben je dat straks toch alweer vergeten? Hieronder in de beschrijving van de video vind je echt alles terug, relevante video's, maar ook de links naar de activity trackers die we nu aan het bespreken zijn. Dus wil je na het kijken van deze video toch nog wat verder reviews lezen? Dat kan, want hieronder vind je dus alle links terug naar het Coolblue, waar dat je dan nog meer reviews kan lezen, zodat je 100% geïnformeerd bent. Kort samengevat zijn onze vier activity trackers dus alle vier wel van degelijke makelij. Maar welke nu net het beste is voor jou, wel, dat hangt een klein beetje af van jouw noden. En dat kan ik door gewoon naar mijn camera te kijken niet echt zeggen. Ben je iemand die amper tot niet sport en eigenlijk gewoon doorheen de dag zijn fysieke activiteit wil bijhouden, namelijk de stappen die je zet en de calorieën die je verbruikt, wel, dan ben je waarschijnlijk al volledig geholpen met een standaard Inspire, die dus zonder hartslagsensor gewoon je dagelijkse activiteit bijhoudt. Wil je toch iets meer sportsessies gaan bijhouden, zoals bijvoorbeeld een loopsessie, yogasessie of wanneer je gaat zwemmen of fitnessen? Wel, dan moet je eerder gaan kijken naar die Garmin VivoFit of zelfs eerder nog de TomTom Touch of de Fitbit Inspire plus hartslag via de pols. Deze gaan je iets meer helpen om tijdens workouts nauwkeurigere metingen te hebben. Maar hou er ook wel rekening mee, het blijven activity trackers. Dus wanneer je echt veel gaat sporten en echt iets wil wat je duidelijke en goede resultaten geeft tijdens je sporten, dan zal je eerder naar een sporthorloge moeten gaan zoeken. Ben je op zoek naar een sporthorloge? Opnieuw hierboven vind je opnieuw een video terug die je ook hieronder in de beschrijving van de video zal terugvinden. Tot zover de vergelijking van onze vier activity trackers. Vond je het een leuke video? Klik dan zeker op die thumbs up. Laat ons hieronder in de comment-sectie steeds jouw vragen en bemerkingen weten. Zijn er dingen waar je graag meer over weet? We horen het graag hieronder in de comment-sectie. Wil je graag op de hoogte blijven van alle video's die nog gaan uitkomen? Abonneer je hieronder dan alvast op ons kanaal. Of binnen een paar seconden kan je hier of hier, ik vergeet altijd waar, op een witte bol klikken, zodat je ook gewoon kan abonneren op ons kanaal. Ik zie jou terug volgende keer in een nieuwe video. Bye bye.